Goedemorgen, we zijn aangekomen op de stageplaats. We gaan beginnen met dit machientje hier lades te maken. Dat hadden we gezegd. Sommigen komen iets later vandaag, maar ze hadden al ons iets gezegd al wat we konden doen in de tussentijd. Dus we gaan nu lades maken. Voor de rest weten we nog niet wat we gaan doen. Dat zullen we zo meteen wel zien. Filmpjes en foto's ga ik wel krijgen. We gaan iets meer proberen te filmen van de praktijk. En voor de rest straks opruimen en zo. Dus ja. Zo, ik ga even laten zien wat je dat doet. Dat is echt misschien een manier of zo, maar we hebben ook een iets gezien wat we eigenlijk een beetje doen. Vooral leven en zo en dan die dingen, maar dat is leuk. Van die kleine brullen van de meeste, dat is gewoon wat we eigenlijk doen. Dus pak een zijkant, leg je plaat hier op. Schuif je zijkant erin. Dan pak je een schoon. Zo, de buitenkant naar voren. Dan komt voren. Ik ben de curry al aan het maken. Goed, hè? Ja. Andere maten, zijn die, hè? Hier, die 500 dan moeten we doen en 600. Zo. Ja. Die 35. Voilà. Aanspantje erop. Met lucht weer. Pak de hamer. Beetje oversteken daarna. Zo. Dan. Hier zetten we van die linkjes in. Dan moet je met de deur opstaan. En de kop daar, en drie schroefjes. Kijk af. Voilà. Je hebt de tutorial al een keer opgemaakt. Ja. En dan gaat het gewoon laden. Ja. Trouwens, een snel toertje. Hier heb je toilet, kleedkamer, spullen, jassen. Gewoon voor de gang heb je afbouwbandjes. Hier is het eetruimte, keukentje en zo. Voilà, als je buiten kijkt. Oh, eens kijken of je het ziet. Sneeuw. Yep. Gaan we verder. Heb hier opslag voor de plaatjes, panelen, deuren enzovoort. Daarachter het magazijn, daar gaan we direct heen. Hier zaagdingen. Hier nog opslag, daar is ook iemand aan het werken. En daar is de showroom, daar gaan we straks heen. Kasten. Want hier staan allemaal dingen klaar op karren. Kunnen worden ingepakt en weggevoerd. Of klaar voor te plaatsen. Een beetje van die rommel. Daarachter is het machine van de lades. Daar leg je dus erop. Je kunt het klemmen met die lucht hier. En dan tik, tik, tik. Schroef, schroef, schroef. Plaatje er tegen, zijkanten er tegen. En dat is klaar, radio met de Finse rockmuziek zoals altijd. Hier heb je de platen liggen met de maten. Die zijn op, dus die gaan we nu even bijzagen.
hier nog een opslag, kasten, showroom en zo ga ik direct doen. Nog wat geleiders. Dat zijn dus deze dingen voor de laders. Zo. Vernietjes. Nog wat andere dingen. Zo. Was nog iets vergeten. Deze machinetjes zijn voor de blummachinetjes. Voilà, zoals wij dat hebben in school. En dan andere merken en zo. Dus je kunt hier verschillende koppen opsteken. Ja, daarvan. En dan kun je vernieren voor deuren en zo doen. Of potboringen en dan bijvoorbeeld van die dingen. Gewoon eronder zetten, klemmen, hup en boordjes vervangen. Werkbankje. Dus daar is de hal waar we net hebben gedaan. Nu gaan we verder met de rondleiding. Hier zijn al de klinken. Al de rekken voor in de kast. De paren als kapstok. De fiets van de baas. Het is een kinderramer. Hier is broken. Badkamermeubels. Hier wat voor te betalen en te overleggen en zo. De dressing. Tafel die we pas hebben gemaakt allebei gisteren. Badkamers, hier zit je de werkhal terug. Oh, badkamermeubels. Nog een dressing, de kas. Dat is een zwaar aan het tanken. En hier nog wat badkamerspullen. Ja. Nog badkamerspullen. Een dressingske. Dan gaan we verder, keuken, klinkjes, nog wat klinken voor op de keuken, je parket dat je kunt kiezen, dat geeft zich ook en houtsoort, keukens, keuken, je blad, hun keuken. Ja. Dan heb je hier nog allemaal verschillende structuren die je kunt kiezen. Tafeltje. Nog een badkamermeubel. De keuken. En een kastje. Het is wel een speciale deur. Zo, dit vind ik wel iets voor hebben. Het zijn goede stoelen trouwens. Zo, kun je hier iets lezen als je aan het wachten bent. Tafel en nog een keuken. Niet van alles, maar de meeste dingen hebben we ook aangepast. Van deuren, klinken verwisselen. Andere ladenfronten, dat paneel hierachter hebben vervangen. Want die dingen, want we hebben vooral hier een beetje de show moeten vernieuwen qua houtsoorten en van die dingen. En extra wandjes zetten en zo van die simpele dingen. Zo, dus dat was het. Het ligt naast de autostrade. Dat was het, de tour. En dan nog snel even dit stuk van de hal doen. Hier heb je al de schroeven. Ook wel scharnieren en ja, van die kleine prulletjes altijd die je wel nodig hebt. En wat dit hier van die haakjes, hier liggen wat klinkjes, die dingen. Hier hebben ze nog al een opslag, al de plankjes die je nodig hebt. Dit zijn koppen en onderkanten denk ik, en leiers. Die kant ook. En zo. Nog panelen, ruggen, klarkje. Zo. Tour, Vessa. Een tour. Ja. Zo.
allemaal platen, kast in elkaar steken. Zo, en dan is nu heel de praktijk geweest. Of ja, dit nog eens een keer. Hier heb je alles wat je nodig hebt voor in elkaar gezet. Paneelzaag. Dit zijn zo van die bloemmachientjes die bij ons ook. Kunt je van die koppen opsteken en verwisselen? Voor opboringen te maken en scharnierboringen enzovoort. Daar liggen scharniertjes. Kunt je die rondes uitfrezen? Dan voor de rest een tour. De paneelzaag. Nog wat dingen. Opslag. Hier staan van die tabletjes en zo ook achter. Als dat klaar is met voor te leveren of te plaatsen, wordt dat op die kar gezet. Wordt dat ingetaped nog, dat moeten we nog doen. Hier heb je karretjes voor de constructie. Hier liggen alle geleiders die je nodig hebt. Dus dit voor de lades te maken, dat doe je hierop. Daar heb je direct een filmpje van gezien, of komt nog. Nog wat opslag. Zo, en dan zijn we rond. Dag allemaal, we zijn in de winkel. Juist klaar zijn. Onze laatste spullen aan het ophalen voor vandaag te eten. Morgen boterhammen mee te nemen. Jup, en Cas zijn messen. Ja. Ja. En dan ons statiegeld hebben we net binnen gedaan, heb je normaal direct gezien. En dan Stacks. 9 euro nog iets of zo. 9,80 euro. Ja, van al de cola flessen en de waterflessen. Dus ja, dat hè. En dan zou eens opruimen. Jo. Dag allemaal, let niet op de rommel. We moeten direct alles inpakken, wassen, strijken, noem maar op. Wentelteefjes aanmaken, snel gedaan, lekker. Ja, het begint een beetje te lukken. De eerste was een beetje verbrand, met zuurstof te houden. Soms, dat wordt heel traag warm en dan opeens is dat heet. Dus ja, geen idee. Dus ja, tot zo eens. Dag mensen. Klaar met eten. En nu gaan we de was doen. Dag allemaal. De kas. Ik. We hebben de was gedaan. We zijn in de sauna geweest. Geweest? We hebben gedoucht. We hebben gegeten. Ik wou alles in mijn koffer steken. Maar aangezien dat we gewassen hebben, ging dat niet. Want ja, nu is alles nat. Dus dan gaat dat niet. Dat was niet zo slim. Bah. Maar ja, we moeten dat morgen nog snel doen. Maar snel. Ja. Dus ja, tot morgen. Houdoe.